zeg in Schagen altijd gewoon dom zitten en blijven kijken. Nou, dat kennen we hier. Een hele goede morgen en welkom op Paasvee. Eindelijk mag het weer en natuurlijk is Noordkop Centraal erbij om verslag te doen. Vanaf de markt in Schagen maken Ed en Kitty de hele ochtend live radio. En kijk eens, Kitty heeft heel verstandig haar rode haren afgedekt met een muts om die stieren niet op hol te brengen. En onze razende reporter Carolien Boerse die staat als een dolle stier te trappelen om ons mee te nemen over het evenemententerrein. Vandaag krijgen jullie van ons een prachtig sfeerverslag. Nou, en de sfeer zit er al goed in zo te zien. Nou, het was nog vroeg, zullen we maar zeggen. Om 7 uur stond er al een lange file op de Loet met veehouders uit het ganse land om hun mooiste dikbillen aan de kritische jury te tonen. Na het uitladen gaan ze even door de wasstraat en kijk, daar staat Carolien. Kom er maar in. Maar wat moeten jullie precies doen? De koeien schoonmaken en nou ja, dat ze aantoonbaar zijn, weet je wel. In die trant moeten we het een beetje zien. De stront eraf wat er vannacht nog aan is gekomen. Nou, dan worden ze straks mooi gekeurd. En wordt er wel eens eentje wild? Altijd. Hebben we met mensen ook. Dus hier zitten, zal er überhaupt ook al een wilde tussen zitten. Wat zijn de instructies? Nou, ik heb nou gehoord, je mag niet meer met hoge druk. Dus we doen het nou met wat zachter water, weet je wel. Warm, lauw water maken we ze schoon. En het schoonmaken duurt even wat langer. Als je met hoge druk spuit, met iets hogere druk, dan gaat het er makkelijker af. Maar anders, dat zijn de instructies. In slot Schagen verzamelden zich om 9 uur boeren, burgers en organisatielui om de 122e editie van Paasvee officieel te openen. Uiteraard was burgemeester Marian van Kampen daar ook bij en Carolien kreeg haar eventjes voor de camera. Wat maakt Schagen sterk? Nee. Schagen maakt sterk dat heel veel mensen zich in willen zetten voor de gemeenschap Schagen. Vandaag hebben we Paasvee. Vele vrijwilligers. Mensen die zich vrijwillig inzetten om gewoon ervoor te zorgen dat het goed loopt. Mensen die zorgen voor het vee. En ook de West-Friese volk. Dit jaar al voor het 70ste jaar. Dat is toch geweldig. Schagen is zo sterk. Ik zie het ook in uw gezicht. Dat klopt, ik ben gewoon apetrots. Wie er ook enorm trots is, is Esmee uit Zoetermeer. Zij is naar Schagen gekomen om haar koe aan de jury te laten zien. Ik sta hier bij Esmee. En Esmee, jij hebt een eigen koe of een stier? Ja, het is een koe. Hij is eigenlijk ook een beetje van vader. We delen eigenlijk samen met het hele gezin. En ja, daar staat mama. We gaan nu even naar de mama, want ze heeft een rode overhaal aan. Is dat niet eng? Nee, de stieren reageren hier niet zo op. Dat is niet zo dat hier de stieren gelijk op de rode overhaal. En het is eigenlijk ook alleen even nu voor het schoonmaken. Zometeen krijgen ze de mooie witte bluesaps aan met een mooie jas met ons logo erop. We zijn van het Groene Hart Rund, dus uit Zoetermeer. Hoezo uit Zoetermeer helemaal naar Schagen? Ja, dit is gewoon de Paasvee tentoonstelling van het jaar. Dus als je met Paasvee wil komen, dan wil je graag hier naar Schagen komen om te kijken hoe goed je bent tegenover je concurrentie. Ze is heel lief. Deze is meer van vader. Die is wat wilder, maar ik ken deze al heel lang. Want toen ze al nog in een kleine hok zat bij onze boerderij, toen waren we eigenlijk een beetje vriendinnetjes samen. Dat is superleuk. En gaat ze een prijs winnen? Ja, dat weten we nog niet. En dan gaat het beginnen. De keuringsring opent haar poorten. De dikbillen sjokken af en aan tussen de toegestroomde meute mensen door. En om dat in goede banen te leiden, werken zo'n 40 vrijwilligers mee aan dit evenement. Wat is uw instructie voor vandaag? Wat doet u? De poort open en dicht houden en de mensen opzij jagen. Die niet in de gaten hebben dat er af en toe een stier langskomt. En heb je al echt een sensatiemoment gehad? Nee, gelukkig niet. Dat hebben we al om de 5 of 10 meter hebben we een man staan die ook waarschuwt dat de mensen opletten moeten. Dus, alles onder controle? Alles onder controle. Genoeg vrijwilligers en dan loopt het op rolletjes. Hè? Tientallen prijzen staan al te shinen om straks uitgereikt te worden. En dat gebeurt door Annelies, een dame in West-Friese klederdracht. Annelies, wij doen vandaag geven een sfeerimpressie van de hele dag. Dus nou ja, we kunnen jou niet overslaan. Vertel, wat is je rol? De prijs uitdelen aan alle winnaars van de Paasvee. En alle dikbillen. En zitten we hier verschillende mandjes? Dat is per categorie. Je hebt de grote en de blauw bond en de wit bond. Rood bond en
En het kleine, de kleine daarachter. Volgens mij hebben jullie ook nog een hele belangrijke functie, behalve het uitdelen van de prijzen. Ja, wij bepalen het schoonste geheel. Dus over de hele dag kijken we hoe de koe eruit ziet. Maar ook dus zijn hoofdstel en hoe de boer erbij loopt, zeg maar. Dus echt het schoonste geheel. Dus echt degene die achter de koe staat, of aan de kopse kant eigenlijk? Wordt ook meegekeurd, zeg maar. En er werden nog meer prijzen uitgereikt, want behalve de tentoonstelling van vee is er ook een markt op de Gedempte Gracht en een werktuigentoestand op de Nieuwstraat. Carolien struint de markt af op zoek naar de jury. City en Boy, de jury van algemene inzendingen en Boy zijn net heel mooi, alles wat niet leeft. Waar waren jullie? Op de markt. We zijn op de markt heen en weer aan het lopen, aan het keuren en aan het kijken. En waar let u nou specifiek op? Wat moet je doen? We zien mensen die hebben emmers in bomen hangen, slingers, bloemen. Nou, eigenlijk letten we op hoe leuk ze het aangekleed hebben. En dan ook nog een beetje naar het Pasen, naar de paasvee toe. Ja, het is echt appels en peren vergelijken. Maar desalniettemin hebben we een hele leuke ranking weten te maken, ziet die. Ja. En nou hebben wij gelezen, er is ook een aanmoedigingsprijs. Ja, de aanmoedigingsprijs gaat naar Bierman. Die is door collega's uitgekozen. Er zijn nog twee juryleden, Ab en Jan. Jan, Ab en Jan. Geweldig duo, Ab en Jan. En zij doen de oldtimers en zij doen de landbouwmechanisatie. Dus de loonwerkers, de trekkers die allemaal verderop staan. En zij hebben de aanmoedigingsprijs gekozen. Terug naar de veemarkt. Daar is ook een jury drukdoende met het beoordelen van alle dikbillen. Carolien, met wie sta jij daar? Ik sta nu bij Wout, het is een van de juryleden. Maar ja, wel degene die er het meest over kon vertellen volgens de collega's juryleden. Dus de verwachtingen zijn hoog. Oké, dankjewel. Ja, de meeste juryleden duiken weg. Ja. Want ze kunnen het wel beoordelen. En die weten ook wel waarom één staat, maar die kunnen het meestal niet uitleggen. Of ze willen het niet uitleggen. Dat zou misschien kunnen, als ja, ik het vraag. Ja. Maar waar letten jullie op? Nou, dit is een compleet beeldje. Dit is nu slagvee. En dan kijken we toch richting de Pasen. Zo'n beest moet vandaag geslacht kunnen worden. En dan moet hij een goede vlees-vetverhouding hebben. Moet hij echt klaar zijn. Dat hij ook gewoon geschikt is om te consumeren. En dat is belangrijk. Voor de slager is ook belangrijk gewicht. Fijnheid in de huid, maar ook in de botten. Rendement van slachten speelt dan ook een rol. Moeten niet te buikerig zijn. Ja, en hier telt ook nog wel een klein beetje dat show-element. En wat is een show-element? Is dat hoe hij op zijn poten staat? Nou ja, sommige beesten die worden moe. Ja? En die zakken door. Of de beentjes zijn niet helemaal correct. Of ze lopen niet correct. Nou, daar moet je even op letten. Maar dat zijn de finesses. En dan is het 12 uur. Het algehele alcoholverbod is opgeheven. Treinladingen vol feestgangers komen aan in Schagen. De bars gaan open. En Carolien heeft twee mensen gevonden die het allereerste biertje van de dag bestellen. Het is 12 uur en het eerste biertje mag getapt worden. En toevallig zijn het buitenlandse mensen. So you're the first one to buy a beer. How do you feel for that? I feel great about it, especially because normally I don't come here, so it's special. And where are you from? Brazil. Oké. Okay. Hola. Ja. En jij, waar kom je vandaan? Ik kom uit Schagen. Ja, we hebben al 5 jaar verkering, relatie. Dus, en nu wonen we samen sinds dit jaar. Dus, en nu een keer voor het eerst Paasvee meemaken. Dus, eerste keer Paasvee? Ja. En jullie zijn het eerste biertje. Nou, ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Nog een 4 of iets. Ja. Hoe is het eigenlijk om te werken met Paasvee? Carolien, met wie sta je daar? Marijn, hoe is het voor jou om met Paasvee te werken? Ja, het is onwijs leuk. Het is gewoon heel gezellig, leuk sfeertje. Wel heel hard werken, maar ja, we hebben er zin in. Ja. En Stijn, heb je het vaker gedaan met de Paasvee? Ja, Paasvee wel. Dan in de Smitser. En de eerste keer Paasvee in de gevel. En normaal zou ik met popweekend ook hier ook. Dus je bent wel gewend? Ja. En terwijl buiten de eerste prijzen worden uitgereikt, stuit Carolien tijdens een sanitaire stop op twee wel heel bijzondere toiletdames. Carla en Simon. Wij zijn de leukste toiletjuffen van Nederland. En dat helemaal in Schagen. Nou, ja, en gepast gekleed. Altijd. En gepast altijd. Ja, waar wij komen gaan we altijd. Nou, zoals je ziet,
matchend. In outfit. In outfit, gekleed. En je zegt net, je staat op festivals, feesten, partijen. Maar ik hoorde wel, dit is je eerste paasfeest. Ja, eerste paasfeest. Ik woon sinds januari hier in Schagen. En het eerste paasfeest dus gelijk al in thema. Helemaal leuk. Ja. Dan heb je enig idee wat je te wachten staat? Absoluut niet. Maar goed, ik kom uit West-Friesland, dus kermissen en zo ben ik wel gewend. Oké, dan denk ik dat het wel meevalt. Jawel, hè? Dan is het wel gelijkwaardig. We naderen de afronding, maar niet voordat Carolien nog een hoge pief uit de organisatie voor de camera heeft getrokken. Met wie sta je daar? Jacco, vicevoorzitter. En hoe zie jij deze dag? Ja, geweldige dag. Prachtig vee. We zitten echt in de afronding. We gaan nu naar de algemeen kampioenschappen. Dit is het jongvee. En zometeen krijgen we de grote kolossen binnen van de stieren en de koeien. Ja, en dan is het 1:30 en dan kunnen wij het afronden. Gaan we afbreken en dan begint het feest. Nou, hoe mooi kan het zijn met zo'n dag na 4 jaar? Ja. Maar echt, het droge weer, de goede sfeer en de vlekkeloze organisatie zorgden voor een ouderwets geslaagde paasvee. De markt zit erop, de keuringen zitten er bijna op. Het is nog alleen nog mannelijk slagvee, maar wij zijn er wel een beetje klaar mee nu. We gaan de kroeg in. Carolien, dank je wel voor je bijdrage. En u bedankt voor het kijken. Dag hoor.